Oh jongens, goed begin van de ochtend. Willem, pik, dit moet je niet pikken, pak hem! En vanmiddag gaan wij een proefrit maken in de M440i, de nieuwste. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en het is weer een hele vroege morgen. Het is momenteel 8:30 en ik moet om 9:00 in Haarlem zijn om te gaan sporten. En meestal ga ik altijd rond een uurtje of 10:00, 11:00 ga ik sporten. Maar vandaag gaan we gewoon een keertje vroeg beginnen. Ook een keer lekker. Jongens, ik zit een beetje op een streak van vroeg opstaan. Gisteren ook al om 7:00, vandaag om 8:00. Het gaat lekker. Maar goed, even snel wat water in mijn gezicht gooien en dan ga ik maar snel de auto in, want ik wil niet te laat komen. Kijk, ik moet zeggen, ik vind in de ochtend opstaan lekker vroeg vind ik best wel lekker. Alleen ik ben er niet heel goed in. Dus als ik bijvoorbeeld om 8:30 weg moet gaan, dan sta ik pas om 8:50 op. Dan doe ik even water in mijn gezicht, dan poets ik mijn tanden en dan ga ik weg. Maar ik eet dus niet. Maar eigenlijk zou ik wel eventjes moeten eten. Want helemaal als je gaat sporten is het heel erg belangrijk dat je van tevoren ook goed eet. Want anders dan, nou dat heb ik, dan ga ik op een gegeven moment trillen. Dus als ik te veel aan het sporten ben, dan ga ik op een gegeven moment trillen omdat ik dus gewoon niet heb gegeten. Dus dat is wel een nadeel. Maar goed, we zitten in de auto en we gaan richting Haarlem. Oh jongens, goed begin van de ochtend. Ik probeer in te parkeren en ik hoor... Fucking hell. Nee. Nou ja, gelukkig waren ze al niet helemaal clean. Er waren al wel heel veel velgschade, dus ja, het praat eigenlijk helemaal niet goed. Het is gewoon kut. Kijk eens even jongens, ik heb net lekker gesport. Het zonnetje schijnt en ik ga nu richting Haarlem, want ik ga eventjes een koffietje drinken op de zaak bij mijn pa. En dan ga ik naar huis, ga ik even lekker editen. En vanmiddag gaan wij een proefrit maken in de M440i, de nieuwste. Samen met mijn pa ook. En Willem gaat mee. Ik ben buiten adem, man. Maar dat wordt hartstikke leuk, dus blijf vooral kijken. En vanavond komt ook onze nieuwe eettafel en er komt de salontafel van Keramische Tafels. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Maar laten we eerst eventjes koffie drinken en even uitrusten. De koffie zit erin. Ik heb een lekker broodje gegeten. En nu gaan we lekker richting Amstelveen. Jongens! Ik ben thuis! Hey! Huh? Wat zijn we aan het doen, denk je? FIFA. Nee, je hebt het goed. Je mag nooit meer raden, jij. Zijn jullie weer FIFA aan het spelen? En wie is er nu aan het winnen weer? Ik heb gewonnen. Jeetje, wat goed. Waar was je vanochtend vroeg? Ik hoorde jou weggaan. Nee. Huh? Er ging iemand weg. Ik dacht dat ik naar de wc ging. Hè? Nee, iemand ging naar de wc. Ik heb echt het gevoel dat jij naar de sportschool was of dat je naar school was vanochtend. Nee, heeft het niet gedaan. Weet je, laat ik op was, jongens. Hé! Hey. Ik hoorde je 8:30 de deur uit. Ik ben echt trots op jou, maar echt heel trots op jou. Goed, hè? Ja, echt netjes. En ik was ook... Wel gezond uit vandaag. En ik was ook op tijd. Je ziet er inderdaad gezond uit vandaag. En ik was op tijd. Nee. Wat heb jij gegeten? Een broodje pindakaas. Wat een mooie egaal huidje ook gelijk gekregen, joh. Wat is er nu daar gebeurd? Thanks, wat een beetje vroeg opstaan wel een beetje doet, hè? Ja, nee, maar dat is echt zo. Laten we eens van dichtbij bekijken, joh. Zo. Hey. Ja, goed. Zo. Ja, je ziet er echt zo'n... Ja, baardje weg. Ja, ik vind het baardje... Ja, jongens, ik kom weer thuis. Ik krijg alleen maar complimenten. Wat fijn. Dat mag ook wel een keertje gezegd worden. Nou, goed. We willen een keer aardig zijn van elkaar. Nou, wat leuk hier. Jullie zien vaak in de vlog dat ze zo liggen. Maar ze liggen niet alleen maar zo, hoor. Ze gaan ook gewoon nog naar school. Willem doet een opleiding. Ruben doet een opleiding, die werkt ook. Willem werkt ook veel. Maar toevallig dat ze in de laatste klas altijd een beetje zo op het bankje liggen. Maar laat ze lekker chillen, jongens. Ik ga heerlijk naar mijn kamer en ik ga eventjes lekker editen, zodat ik weer een video online kan gooien voor jullie. Linker. Hey, ga er eens uit. Het is de kunst om niet te reageren. Oh, man. Weet eens, helemaal niet zeuren gewoon. Ik heb wel een spiegel in mijn kamer en jij niet. Ja, jij liep wel in zijn kamer. Dat is niet de bedoeling. Ik snap wel dat als jij in zijn kamer loopt, dat Willem dat niet accepteert. Ik heb inderdaad geen spiegel in mijn kamer. Ik ga nog een keer kijken. Nee, terug! Hey! Straks breekt hij nog. Ja, weet eens. Ik heb allemaal aanvallen. Kijk, ik heb hier. Iets en hier. Aanvallen? Ja, aanvallen. Kijk. Aanvallen, hè? Willem, dat is niet leuk. Wat zei je? Waarom ben je nummer 33? Omdat ik nummer 33 ben. Max Verstappen. Het staat op mijn rug. Max Verstappen. Max Verstappen is toch 33, of niet? Ja. Is die oude zondag?
Als kampioen. Dat is omdat ik, ja, 33 voor Max Verstappen. Mooi hoor. Ja. En met het oranje. Ja, dit is echt een Max Verstappen. Hier is ook dit. Is dat zwart of white? Oké. Snel, neem die kamer maar open. We gaan uit. Willem. Naar je kamer. Naar je kamer, Willem. Naar je kamer, Willem. Kom. Niet meer terugkomen. Oh, wat een irritante vent. Je bent toch vermoeien met die woordgrappen, hè? Nee, en je komt er niet meer uit. Wat ben je aan het doen? Ik heb hier een broodje gestolen. Hij had een sneetje gemaakt voor mezelf. Nu heb ik hem. Oh. Ik wil allemaal iedereen die het koers ziet springen. Hele pik, dit moet je niet pikken. Pak hem. Nee. Nee, ik heb niet. Wat doe je nou? Zie je? Nu zie je de baas gedaan. Oh. Wat ben je van plant? Niet doen. Oh. Jongens, we zitten echt in een kutbui hier. Jullie zijn allemaal kutgrap aan het maken. Maar goed, ook een keer leuk. Dit zijn zeldzame beelden van Vincent die de vaatwasser uitruimt. Dit gebeurt bijna nooit. Dit is niet Vincent in zijn natuurlijke habitat. Hij zit er ook wel een beetje op aan het wennen. Weet je niet waar de glazen staan? Nee, dat gaat helemaal mis. En dit is geen slow motion, jongens, kan ik jullie vertellen. Oh, Vincent? Die moeten niet daar. Vincent. Oh, nu heeft hij een mes. Nu moet hij aan de kant. Kom maar. Oh. Nee, die moet hij dan niet willen, die hoor je. Oh, wacht niet. Vincent? Waar is Willem? Willem, ja, die komt niet meer, hij is bang. Wat een loser, zeg. Ja, hè? Echt een loser. Oh, hier. Oh, dus je wil hem hebben. Oh, shit. Oh, dat zal hem hebben. Hij gaat zo zeggen, kijk, dit is wat hij gaat zeggen. Ja. Moet je dit niet een keer opruimen? En dit en zo, maar ja, dat is... Dat Sam komt zondag ook. Wie? Sam. Sam? Formule 1, kijk. Sam? Sam Postema. Dat wil ik helemaal niet, hebben. Kan het overleg? Nee. Hoe bepaal jij dat nou in één keer? Hoezo bepaal jij dat ineens? Fuck, wat is er met die gasten? Nee, overleg niks. Hij komt hier, een beetje over jouw kamer praten, hij nodigt mensen uit. Ik zit slecht op je kamer. Ga jij maar even op je kamer zitten. Ga maar even afkoelen. Ga jij maar eens even afkoelen op je kamer. Luister maar, joh. Hey, kan je mijn kamer uitgaan? Willem, dit is mijn... Nee, dat is ook mijn kamer. Stop nou. Nee, Willem, je mag niet in mijn kamer komen. Oh, jongens, wat een gekke dag. Kijk eens, jongens, ik ben lekker aan het editen hier. En ik heb een lekker kaarsje aangestoken. Ik vind het gezellig. En het is een geurkaars, dus hij ruikt ook nog eens lekker. Ik heb mijn jas aangetrokken, want ik ben klaar met editen. En het is bijna 2 uur. En om 2 uur hadden wij een afspraak voor een proefrit in de nieuwe 4-serie. En niet zomaar een 4-serie, namelijk de M440. En dat is echt een hele dikke. Ik weet niet of het nou ook echt daadwerkelijk die auto zal gaan worden met die motor. Maar we gaan wel gewoon voor de lol kijken. En mijn vader die heeft zelf nu ook een 4-serie. En die wil misschien ook, die is ook gewoon geïnteresseerd in zo'n auto. Dus we gaan gewoon even met z'n allen kijken. En de heren, die gaan mee. Ah, waarom? Ja, oké, dat was wel een beetje voor de hand liggend. Je zit er niet bij, hè? Je zit er niet bij. Wat sta je er niet bij? Je zit er niet bij. Laat het even zien. Mooie foto. Oh, leuk. Influencers. Willem en Ruud, wist je dat Willem een micro-influencer is? Jij hebt een micro-penis. Jij Nee, dit is... Ja, nee, grapje, grapje. I said, hey, maybe Nick Rose is coming this night, this evening. Oh, ja, yeah, maybe. I think I come. Oh, you need to come. You need to come. Ga je nu naar de BMW? Yes, I'm going to the BMW dealer right now. Nick, we want to see you tonight. Yes, naked. Yeah. Okay, I come naked then. Yes. How much? Okay. I have a question for you, Vincent. How Vincent? Much? I have a question for you. Yes. Question for you, Vincent. Yes. question for you. We zijn aangekomen bij Van Poelgeest Amstelveen. Oh, kijk, hier staat trouwens de auto van mijn pa. Dus hij is al. Gepoetst, hè? Ja, hij is mooi gepoetst. Mooi gepoetst, man. Ik denk dat hij indruk wil maken omdat hij nu bij de BMW dealer is ook. Ja, een beetje patsen, hè? Ja. Ook een mooie. Zo, moet je eens even naar deze kijken. Deze is ook niet normaal. Pa, ben jij een beetje benieuwd naar die M440? Nee. Oh, vandaar dat je ook hier bent. Ja. Toch? Nou, wij zijn wel benieuwd naar de auto. Benieuwd,
Oh jongens, ik vind het nieuwe interieur van BMW zo vet. En ook met die ambient light. Kijk jongens, dit is dus de 430. Deze vind ik dus echt ook heel dik. Moet je eens kijken hoe dat eruit ziet jongens. Fucking vet. Het is heel mooi uitgevoerd met ook carbon en zo. Maar deze is volgens mij nog gloednieuw. En om dan gloednieuw een auto te kopen, dat doen we niet. Kijk eens jongens, dit is hem, de M440. Wat een kanon. Heel dik. Dat interieur jongens is zo dik bij deze ook. Mooie stoelen erin. Zo, je gordel wordt ook aangegeven. Hè? Ja. Klinkt dus nog wel lekker hoor. Het klinkt lekker. Ja, maar, serieus. Maar? Ik voor mij is wel harder. Ja, maar er kan altijd nog wat aan gedaan worden. Hey, kijk. Hey. Zit je lekker erachter? Ik heb echt serieus veel ruimte. Zit jij gewoon goed nu? Zeg je? Zit jij gewoon goed nu? Ik zit goed. Ik heb echt veel ruimte. Ik kom niet tegen een stoel aan. Nee? Eén serie is krap hoor. Zeker. Ja? Ja. Oh. Jongens, dit aanzicht is zo vet met dat ambient light. Dat hele nieuwe systeem, zeg maar. Dit is helemaal nieuw. Ja, het is wel heel erg vet. Finn. Ja. Je mag je mondkap af bij ons. Oh. Ja, ik doe mijn mondkapje even af. Oké. Okay. De auto. Ik heb een zonnebrilpak anders. Weet je wat ook heel erg vet is? Kijk, hier op het stuur heb je een knopje en dan gaat hij dus zelf sturen. Dan blijft hij dus binnen de lijnen. Maar jongens, echt, dat interieur is zo vet ook. En maar gasten, jullie zitten achterin goed, toch? Ja, helemaal prima. Alleen Willem heeft niks in zijn hoofd. Oh, jij hebt alleen in je hoofd? Ja. Echt, ik heb meer dan genoeg ruimte hier. Nou, dat is dan al weer goed. Hoe vind jij hem tot nu toe? Mooi hoor. Goed afgewerkt, netjes. Oké, nou, we zijn nu eventjes op een redelijk reststukje weg. Dus ik ga hem eventjes een beetje intrappen. Daar komt hij. Ik ben benieuwd naar het geluid. Zo, hij is snel. Holy shit. Hij is toch wel heel snel. Hij is echt wel heel snel. En je zit dus blijkbaar een soort van half hybride motortje in die nog extra veel kracht geeft als je dus de auto intrapt, zeg maar. Maar echt. Het geluid is wel ook goed hoor. Oké, nu gaat mijn vader een stukje rijden, maar ik ga eventjes daar staan, pap. En dan moet je maar eventjes langskomen, dan ben ik benieuwd naar het buitengeluid. Oh, het ziet er goed uit hoor. Heel dik. Oké, ik ga eventjes hier staan. En dan ga ik hem eventjes filmen als hij voorbij komt rijden. Ik ben benieuwd, binnen klinkt hij echt wel heel erg goed ook al. Oké, daar komt hij. Shit! Dit had ik serieus niet verwacht. Hij klinkt van buiten echt goed. Want normaal gesproken heb je natuurlijk bij die nieuwe auto's die OPF-filter en al die andere ongein, waardoor die best wel slecht klinkt. Maar hij klinkt echt heel erg goed. Wow, dit had ik echt niet verwacht. Ik sta een beetje versteld. Heel vet. Shit, eigenlijk moet mijn pa dit ook even horen. Die moet even buiten gaan staan, want het klinkt echt heel hard. Dat geluid klinkt van buiten heel dik. Je moet even één keer staan, dat is echt heel vet. Ja, gaan jullie er ook even uit. Kijk eens even wat een kanon het is, jongens. Kijk, ik zou even goed filmen. De achterkant ook. Echt heel lijp. Oké, even een refje. Wow, Apple CarPlay, maar niet zomaar Apple CarPlay, maar draadloze Apple CarPlay. En dat vind ik toch een partijtje gel. Goh. Vind je zo lekker? Dat vind ik zo lekker. Vind ik zo lekker. Papa, die is nu is ook voor kinderen, hè? Toch? Ja, ook voor kinderen, maar ook klein wel. Klein beetje taalgebruik letten dan, hè? Wel leuk, hè? Echte papa is weer mee. Ja, maar gel is niet slechts, toch? Nee. Maar kijk, en nu moeten we natuurlijk ook kijken of de camera goed neer kan zetten. Volgens mij is dit perfect. Want dat is natuurlijk voor vloggers. Maar als ik gas geef, is hij weg. Ja. Of zo, ja, zo. Maar dan zie je volgens mij, als we goed zien jullie nu nog een randje. Maar dat is wel grappig. Als je vlogger bent, moet je ook heel erg kijken naar waar je je camera neer kan zetten in je auto. Maar ja, jongens, ik ben tevreden. Even, ja, druk eens op de knoppie. Oké, kijk, als het goed is, gaat hij dus nu, blijft hij zelf op de weg. Dit is dik, ja, ik vind het wel leuk. Kijk, hij gaat gewoon zelf sturen. Nou, er komt een beetje een bochtje aan. Nu moet je hem aanraken.
Ja, nu moet je me heel klein beetje ja, vasthouden. Ja, als je in slaap valt. Hij rijdt gewoon zelf. Ideaal, ideaal. Ja jongens, hij is wel echt heel erg dik. Alles zit erop en eraan. Dikke boksen, ambient light. Mooi ding. Kom je er nog makkelijk uit? Hé hey, Wim, wat vind jij van dit ding? Ik vind deze heel mooi. Nou, weet je wat, we doen het gewoon lekker niet. Nou ja, het is wel echt ziek. Maar weet je wat het een beetje is? Dat heb ik ook al misschien wel vaker tegen jullie gezegd. Maar ik vind mijn auto echt heel erg dik. En ik ben er nog steeds fucking blij mee. Alleen, ik ben gewoon zo erg fan van auto's dat ik altijd blijf kijken naar nieuwe dingen. En dit is gewoon echt bizar. Ja, die licht ook. Hij is gewoon heel erg dik. Maar goed, de proefrit was hartstikke leuk. En ik weet niet hoe die rijdt, ik weet niet hoe die eruit ziet, ik weet niet hoe die voelt. Het is top. Nee. Jongens, holy shit. Hé, hey, deze ga ik kopen, boys. Nee. Oh. Kom eens hier. Hij kent de shotgun even niet. Wat zei jij dan? Heb jij shotgun gezegd? Kom er eens even uit. Kom eens even uit. Willem zei niks. Hij zei niks. Hij liep. Wie zei er als eerst shotgun? Was jij die als eerst shotgun zei? Ja. Nou, zit ik wel. Mag jij liegen van je moeder? Ja. Mag jij liegen van mama? Ja, mam, dat mag toch? Nou ja, dus blijf maar doorgaan. Ik ga gewoon lekker rijden. Ja, okay. En ik zie het wel. Kaat, vlog dit even. Hé, hey, hij vlogt. Hij slaat. Ah. Jongens. Oh, chill, die automatische gordel aantrek service. Wim. Jongens, rustig in de auto. Hey, hey. Jongens, ik heb een leuk idee. We gaan een biefstuk klappen bij Loetje. Oké, okay, gasten dan. Ja, oké. Okay, ik ga dat ding pieten. Kom op Pieter, niks meer te mijn. Daar zijn we, bij Loetje jongens. En omdat we natuurlijk maar tot 5 uur uit eten kunnen gaan, gaan we nu gewoon avond eten. En dan gaan we vanavond een, weet ik veel, een stokbroodje doen, een borrelhappie. Weet je, je kent het wel. Maar we gaan nu lekker een biefstukje knallen. Ja, ik kan wel naar de kaart gaan kijken, maar ik weet het eigenlijk al. Natuurlijk weet ik het. Maar zeg maar, voor wie kijk jij naar de kaart dan? Is het een grap? Nou, uit interesse dat er meer op staat, dat is het. Oké. Okay. Oké, nou ik ga voor de club sandwich. Een broodje naar slaan. Nee jongens, ik ga natuurlijk voor het stukje vlees. Als je bij Loetje bent, altijd een stuk vlees nemen. Wauw jongens, kijk wat een influencer. Ja kijk. Je bent betrouwd. Ik wilde een Snapchat maken naar mijn vrienden, man. Hier komen we weer bij het feit van een micro-influencer. Daarom, is het, dus, daarom zeg ik het dus net. Ja. Maar goed jongens, kijk eens even, lekker stukje vlees. Ik lust het helemaal niet eigenlijk. Patatje erbij. Nog een keer? Is dat er voor Insta en Snap? Ja, dat is steeds raar hè? Ja. Oh, is goed hoor. Nou jongens, eet smakelijk. Een vroeg avondeten. Wat hebben we toch weer lekker gegeten. Ik hoef geen avondeten vanavond. Ik verloop ook even niet, nee. Nee. Even genoeg. Maar goed, we hebben lekker gegeten en we gaan nu weer lekker terug naar huis. Amstel Winna. Ja jongens, ik moet zeggen, nu het weer kerst wordt, overal die gezellige lampjes. Wat leuk jongens. We zijn eventjes naar het stadshart gegaan, want Ruben die wil wijn halen. Ruben is namelijk alcoholistisch. Waar hebben jullie het nou weer over? Wat gaat toch naar de Gal en Gal? Omdat jullie daarheen wilden. Ik wil de kerstversiering kopen, ik wil lampjes kopen. Nee, als... begin de kerstversiering kopen, maar begin je toch, komt. Begin je toch naar de Gal en Gal? Sowieso kerstversiering kopen. Oh, hè? Moet je nagaan. Maar, oké. Okay. Maar goed. Dan de alcoholist eigenlijk. Ja, nee, ik dacht serieus dat we naar de Gal en Gal gingen. Dat is ook een idee, ja. We gaan ook, maar dat was een gezamenlijk idee. Dat was niet van één iemand. Dus. Oké, okay, nou goed. Dan gaan we ook kerstdichters halen. Want, oh, de boom komt straks. Middag. Ja, de boom komt. Oh, dat is gezellig. De boom komt vanavond en de nieuwe tafel. Dus het wordt nog een leuke avond met allemaal nieuwe dingen. We lopen weer het winkelcentrum uit. En we hebben geen kerstlampjes gevonden en geen kerstballen. Maar dat gaan we morgen even doen. Nee. Dus nu snel naar de Gal en Gal. Weet je waar we echt goed in zijn? Nou? Dus even, kom, we gaan even winkelen, we gaan iets kopen. En dan gaan we het winkelcentrum in, we lopen het hele winkelcentrum door. En we kopen helemaal niks. Nee. Altijd hetzelfde. Ja, inderdaad, vorige keer was van, kom naar de Bijenkorf. En dan vervolgens ben je daar maar 2 seconden. Je ziet wel, we hebben het gehaald. We hebben een flesje witte wijn. En koffie. En dit is altijd een goede basis om te hebben. Als ik hem zo elke keer weer zie, blijft hij natuurlijk gewoon fucking dik. Dit blad moet er vanaf. En dit blad moet erop. En dit is een onderblad. En daarover komt de keramische tafel. Ja, ja. Oh. Grijp. Goed zo. Hey. Ga goed hoor. Goed hoor. Oeh. Hey, ja, die kanten zijn wel los, hè? Vind je, maak hem even los. Sorry. Okay.
Oh, can I get an oia? Wow! Oh, helemaal in plaat. Dat ging goed, dat ging best goed. Nu gaat deze houten plaat, die gaat erop als onderblad. We hebben als het goed is een wit blad met een soort van een beetje gouden randje erin, maar dat zien jullie zo. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. Maar nu eerst eventjes het andere blad hier opschroeven. De lift gaat dicht en wij gaan naar beneden, want beneden staat Lennart van keramischtafels.nl en die gaat eventjes het blad naar boven brengen. Maar het is best een zwaar blad, dus we gaan nu eventjes naar beneden en dan gaan we helpen, want jij hebt natuurlijk zoveel mankracht. Oké, maar... Ik ben benieuwd, man. We krijgen ook de salontafel, hè? Oh ja. Kijk eens even. De mannen hebben opeens een eigen bus. Keramische tafels. Wat lijp, hè? Kijk eens even. Heren. Hey, dit gaat goed, dit blad. Oh, dit wordt lekker, Wil. Ja, top. Zo, kijk eens even van het blad. Ja, dit is tof, jongens. Vet, dit is tof. Hij ligt. Kijk, jongens. Het blad ligt. En wat is hij mooi. Hij is wel echt dik, hè? Vet uit inderdaad. Toch? Jazeker. Ook met dit, zeg maar, ook met die gouden dingetjes een beetje erin. We krijgen hierboven ook straks een beetje gouden lampen. Die dat... denk ik deze week of misschien volgende week even ophangen. Ja, dan moeten we alleen eventjes een elektricien fixen, want... Gewoon met de kleuren hier, ook. Ja, dit past perfect. Lijkt wel van die interieur design. Moet je kijken, mooie kleurtjes, zacht stofje. Mooie kleurtjes, zacht stofje. Maar echt, het is ook gewoon een hele dikke tafel. Ja, hij is echt heel mooi. Echt, maar nu is het zeg maar echt gewoon een steltafel. Snap je wat ik bedoel? Zeg maar, eerst hadden we echt gewoon een wit blad en dat was gewoon een beetje half. Maar nu... Wel gewoon goed, echt... deze eethoek is echt geüpgraded. Eerst was gewoon dat witte blad met onderstel en dan gewoon een paar rare plastic stoelen. Ja. De plastic stoelen weg, kwam de stoelen en de bank. En nu het echte blad. Nu is hij helemaal klaar. Oh ja, alleen de lampen komen nog hier, zeg maar, daar is het dingetje op. Lampen. En ik heb trouwens ook wel heel veel zin in het kleed die we hier krijgen. Ja, dat ook nog, zeg maar. Kijk, nu is dit nog een beetje kalig. Het voelt nog een beetje, ja, koud aan, zeg maar. Maar er komt hier, zeg maar, een heel mooi kleed nog helemaal zo eronder te liggen. Maar jongens, het begint steeds dikker te worden. Oh ja, wacht, dit moet ook allemaal weg. Ja. Want hier komt ook nog een nieuwe salontafel. Sowieso echt dikke SO naar keramischetafels.nl. Zij hebben echt fucking lijpe tafels. Ook deze hebben ook die van Gio gedaan. En die van Niek. Je hebt deze ook in het zwart nog. Dat kan je trouwens zo zien, want we krijgen deze, maar dan in het zwart, als salontafel zo hier. Dus dat wordt fucking mooi. Dit is een buitenstand. Ja, dat is wel een goeie, ja. Jongens, het wordt steeds beter. Als hier straks nog lampen komen te hangen, daar komt nog meer spullen. Of daar komt echt nog een groot plan, zeg maar. En hier de lampen, daar komen nog lampen. Het wordt allemaal nog veel beter. Dus als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan eventjes. Want dan kan je alles volgen over het huis, hoe het gaat worden. En alle leuke dingen die wij gaan meemaken met z'n allen. Toch, Ruben, laat je even horen. Hey, kom op allemaal even horen. Hey. Kijk, jongens. We hebben dus ook een hele mooie salontafel gekregen. En... het kaarsje spiegelt gewoon in de tafel. Nou jongens, voetbal en een wijntje, daar gaan we. Oké, ik sta nu lekker in mijn badkamer en het is tijd om te gaan slapen. We hebben net lekker voetbal gekeken en ik ga nu lekker mijn bedje in. Dus vond je nou een leuke video, laat dan even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, want dat zou ik leuk vinden. En dan spreek ik jullie later.